Welkom in het Graafs College. Als je zin en tijd hebt om naar deze school toe te komen, dan krijg je zeker met mij te maken. Dan ga je lekker creatief aan de slag tijdens het vak beeldende vorming. Ik neem jullie even mee naar mijn lokaal. Je komt hier in de ruimte waar we vooral bezig zijn met het natte gedeelte. Hè? Schilderen, tekenen, gips. Andere mensen zijn hier vaak bezig op het paviljoen met vakken als M&M, mensenmaatschappij. Waar ze ook creatief aan de slag zijn, want ze moeten vaak werkstukken maken die te maken hebben met de geschiedenis. Je hebt hier een aantal werkjes waar de kinderen door het jaar heen aan werken. En dat varieert van hout, metaal, gips, papier-mâché. Dus kosteloos materiaal werk ik ook vaker mee. Dat is makkelijk om mee te brengen door leerlingen en dat is ook makkelijk te verwerken. Je mag dat doen tijdens het vak beeldende vorming. Maar in dit lokaal is ook het vak OT. Dus als je een extra uur bijvoorbeeld wil timmeren en zagen, dan kun je dat bij mij in de klas doen. Ik heb hier een leuke opdracht voor jullie als je zin en tijd hebt. En je zit nu thuis vooral veel binnen. Misschien is het leuk om de volgende opdracht te maken. Je hebt nodig een drinkenpak, melkpak of een jus d'orange pak. Een schaar, Stanley mes en eventueel een draadje. Een priem is ook handig, maar het kan ook met een schaar. Wat ga je doen? Je gaat een raampje in het pak knippen. Je moet ervoor zorgen dat je een opstand randje hebt. Je prikt aan de onderkant van het pak prik je gaatjes met de priem. Ja. Dat is alleen maar om het feit dat dan het vocht uit het pak kan lopen. Aan de bovenkant prik je ook een gaatje erin. Zo. En als je dan dit hebt, dan ga je aan de bovenkant daar een draadje erheen halen. Dat draadje dat maak je in een lus. Dan mag je zelf weten hoe je dat doet, maar dat is handig in een lus. Kun je zo in een boom hangen. Je gooit wat vogelzaad of wat voer in het pak en je hebt een mooi vogelhuisje. Je moet het natuurlijk wel mooi aankleden, hè? Bijvoorbeeld schilderen. Of je plakt het met houtsnippers vol. Dus zorg ervoor dat je een leuk werkstuk hebt. Veel plezier en succes ermee. En ik hoop dat ik jullie in het volgend jaar hier op school aanwezig zie. We hebben muziekles nu op school, maar hier bij Rockstation en laten jullie het even horen.
Wij zijn zojuist op diverse locaties geweest. We begonnen bij het Grascollege. Daar hebben we een CKV-les bij gewoond. Vervolgens zijn we langs gegaan bij de Rockstation. Daar hebben we lekker met z'n allen muziek gemaakt. Vervolgens gaan we naar de sporthal. Even lekker de heupen losmaken in de zaal. Vervolgens zijn we langs gegaan bij X-Base. Even lekker springen op de trampolines. Nu zijn we aangekomen bij de VV Sportvelden in Reuver. Voor de eindslag. Wij als vierdejaars geven jullie graag de bal door aan de nieuwe eerstejaars.